Maar als je ook naar de vele foto's kijkt, dan lijkt het ook net of dat je er tussenin staat. Of dat je het meegemaakt hebt. Je krijgt het gevoel van de dag weer terug. Juist. Ja. Wij hebben voor Studio Hoge Heren gekozen omdat ik ze een keer gezien had op tv. Er was een reportage over een bruiloft. En dat was met ballonnen. En toen dacht ik, nou wauw, ballonnen. En toen dacht ik, als ik ooit ga trouwen, dan wil ik dat ook. Toen heb ik ze geliked op Facebook en toen zijn er jaren overheen gegaan. En toen we uiteindelijk besloten om te gaan trouwen, toen zei ik, maar dan die fotograaf. Nou, fotografie is in die vorm wel belangrijk. Dat het erbij hoort en dat je achteraf nog iets hebt om naar terug te kijken. En dan moet het ook wel op de juiste manier vastgelegd zijn hoe dat die dag geweest is. Toen we bij Studio Hoge Heren binnenkwamen, was eigenlijk de eerste indruk gelijk heel professioneel. De persoon die ons te woord stond, die wist overal goed vanaf. Zeer kundig. En we waren gelijk geenthousiasmeerd om te boeken. Ik twijfelde er geen moment aan of dat goed zou komen op de dag zelf. Maar toen hadden we nog een datum. Nee, dat is waar. Maar wel een fotograaf. Ja. Mensen van Studio Hoge Heren, die hebben ons totaal niet in de voeten gelopen. Die zijn eigenlijk opgegaan in de daggasten en in de avondgasten. Maar dat kan je ook wel aan de foto's zien. Het is echt midden in het feestgedruis. Ja. En daardoor heb je niet van die statische beelden. Nee, we hebben zelfs nog met de fotograaf staan dansen. Ja, die hebben we letterlijk van de dansvloer af moeten dragen. Er waren zoveel mooie beelden. En dan kan je eigenlijk niet af met een klein fotoalbum. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor het grootste album. Met een heleboel pagina's, waardoor je echt een goed beeld krijgt van de dag. Ja, we gebruiken eigenlijk het album als schilderijen om het zo neer te zetten. En zeker met een paar kleine foto's eromheen is dat echt wel het plekje van de dag. Eigenlijk moet een fotograaf foto's maken door dezelfde ogen als dat je zelf naar die dag kijkt. En dat is natuurlijk per persoon verschillend. Kies een fotograaf die bij past. En als het niet klikt, moet je niet doen. Dan moet je op zoek gaan naar de volgende. Maar als je wel een klik hebt, ja, dan heb je samen een fantastische dag.